Weet je, soms zijn het plekken waarvan je wilt dat ze altijd blijven bestaan. En dan op een dag ben je op zoek naar misschien iets heel diep in jezelf. En dan zie je dat wat je lief had, is er niet meer. Dit is de tweede discotheek die ik heb zien verdwijnen uit het leven. De eerste was Chameleon, ook wel bekend als Berg, Time Out, Hoge Zand. Dat is nu een Chinees. En oh, ik bedenk me plotseling nog een derde. Two Brothers, riep de laatst langs. Was een plantage in geweest. Maar goed nieuws, ik zag een bord, kopje, net nieuw gemonteerd. Dus misschien is er nog hoop. Alleen voor 538 is het voorbij. Rest in peace. Het lijkt op Suriname, maar het is geen Suriname. We staan hier zo aan de achterkant op het parkeerterrein van discotheek 538. Een hele bekende discotheek die we in onze jeugd heel vaak hebben bezocht. Ja, we zijn nog steeds jeugd, maar ja. Ja toch, Ellie? Echt wel, voor even. Ja toch? Maar ja, dit is er van over. Het is, wat is er precies mee gebeurd, Ellie? Het is gewoon leeggelaten. Maar waarom, wat is er gebeurd precies? Het liep gewoon toch goed altijd hier? Nee, de laatste eigenaar heeft het hier verpest. Verpest? Hoe dan? Door alles verkeerd aan te pakken en niet te doen wat zijn publiek leuk vond. En mensen weggejaagd, waardoor het gewoon failliet is gedraaid. Maar wat had hij hier zo? Dan dat, hij moest toch geld verdienen? Hoe kan hij mensen wegjagen? Door heel eigenwijs te zijn. Met muziek en zo, ne? Ja, en verkeerde mensen uitnodigen. Ja, ja. Gewoon niet op de aanvraag van zijn publiek ingaan. Dus nu is het gewoon een grote bosgaasje. Het is helemaal verlaten en het wordt afgebroken. En nu komen er bejaardenwoningen. Ja, ja. Die reizen hier als paddenstoelen uit de grond. Ja. Ja. De buurt is aan het vergrijzen. Ja, moet ook gebeuren, hè. Ja, maar ja, zo zie je. Daar gaat onze droom, hè. Dit is weer een droom die voorbij is. Het is weer als een plas water onder een brug. Als deze plas water die dadelijk ook opgedroogd zal zijn. Als het... moet je kijken. De vuilnisbelt daar. Wat jammer. Dit was een mooie discotheek. Ik heb hier heel veel mooie tijden gehad. Ik ben hier opgegroeid. Ja. Wat een mooie meiden kwamen hier altijd. Och. Nou ja. Ja. Als een plas water onder een brug. Zoals Henk Kuiper zegt. Dit was de ingang, Ellie. Hier begon de party vroeger. Hier begon de party. Moet je kijken, man. Het is disco en poolbillard. Wat lang geleden dat ik het woord disco... Ik zou dat bord best willen hebben. Wat een mooi bord. Er ligt een bord los daarbovenop. Ja, ik zie het. Het is ook nog aangesloten, zie ik. Ja, dat is toch niet meer. Dat kun je dus zo afhalen. Ja. Het gaat toch naar de sloop, denk ik. Sowieso. Laat het maar mooi staan, want dadelijk zeggen ze, ja, die jongen heeft op YouTube gezegd dat hij het... maar ja, dit is het, hè. Het is helemaal vergaan. Even een paar beelden van de voorkant. Hier kun je het zien. Hier hebben we hele mooie tijden gehad. En dit was de cafetaria, toch? Was dat hier zo? Ja, klopt. Ja. Toch wel zonde, hè, dat zoiets gewoon leeg staat. Ja, echt wel. Boven een hele mooie woning. Ze zouden hier een peperplantage kunnen maken. Surinaamse pepers. En een theaterzaal. Of een theaterzaal, ja. En dat is Luifeltje, hè. Hier heb ik ook DJ gedraaid hier zo.